Hallo, wij zijn Karen en Roderick. Roderick en Karen, ja dat zijn wij. Het is vandaag zaterdag 9 december 2023 en het is nou net 10 uur in de ochtend geweest. Ja, ik sta eigenlijk op het punt om eventjes wat dingen bij mijn auto te doen en dan neem ik jullie tot zover ik het kan, jullie in mee. En en ik moet nog even wat halen bij de media en daarna ga ik eventjes met de buurman, wie anders, Michael, gezellig de hoort op. Dus ik wens jullie gewoon weer heel veel kijkplezier bij deze gloednieuwe vlog. Zo, mijn kofferbak staat al open en nou mijn neus nog even omhoog. Kijk, dan heb ik hier ergens een dingetje. En dit moet ik wel, kijk, zie je, die moet ik zeker bijvullen. En dan zet ik jullie even hier neer. Helemaal top. Als het lukt. Ja, dat moet lukken, niet waar dus. Nou, krijg de hikkerikketik. Blijf. Zo. Kijk, die moet sowieso bijgevuld worden. Niet heel veel, maar... En deze moet ik even bijvullen. Sowieso. Ja, die moet ik sowieso ook even bijvullen. Die er even uit... Die even daar neerleggen. En dan ga ik dat even bijvullen. Deze. Die ga ik dus nu opendraaien. Die moet je dus niet opendraaien als die warm is. Nou, we gaan eens even kijken of ik hem open kan draaien. Zoveel kracht heb ik niet in mijn... Nee, zoveel kracht heb ik niet eens in mij. Nee. Nou, ik ga hem wel even open zien te krijgen. Dat zeker. Wat een doekje. Niet wonderen kunnen doen, mensen. Ja, ik heb hem open. Hij is open. Yay! Ja, dan zeg ik, daar mag wel even iets bij. En dat ga ik dus nu ook doen. Want jullie zien nou dat hij dus daar is. En zometeen dus niet meer. Als je nou aan mij zou gaan vragen, heb je een druk, Karin? Dan zou ik zeggen, ja. Dus ga me niet vragen, Karin, heb je het druk? Dan zou ik zeggen, ik kan zeggen nee, maar ja, ik heb het wel druk. Want ik moet dus vandaag, ja, naar de Mediamarkt. Even iets bekijken, misschien ook gelijk kopen. Daarna binnenkant van mijn auto wassen, mijn bekleding, want dat laat ik jullie zo meteen wel zien. Daarna naar Zoetermeer, om de buitenkant van mijn auto te laten wassen. En daarna nog even naar de Gamma om even wat te kopen voor mijn auto. Ja. En daarna nog even kijken voor fluorescerende verf. Met lak. Ja. Dus ja, dat zeg ik. Ik heb het nog druk. En dan ben ik ook nog lekker aan het appen met de buurman. Die komt ook zo meteen nog naar buiten. Oh, heerlijk. We zijn lekker bezig. Ja. De pijlstok is hier dus. Ja. Dan ga ik die even omhoog halen. En hij is nogal lang. En de olie, die is een beetje laag. Want hij moet... Ja, ik kan nou niet heel goed scherp stellen, hoor, jongens. Sorry. Kijk. Ik ben nou alleen, dus ja. Dus ik moet hem even gaan schoonmaken. En dan, komt het hopelijk wel ergens goed. De ruitenvloeistof is bijgevuld. Mijn motorolie is bijgevuld. En mijn koekvloeistof is bijgevuld. Ja, kan het wel. Ja hoor. En dan ga ik hem nu weer dicht doen. Aangekomen bij de mall. En daar is de media. En daar ga ik dus weer ook naartoe, naar de Mediamarkt. Dus even kijken of ze het hebben. Dus ik ga jullie eventjes dan niet. Ik ga dan even niet filmen. Maar ik ga wel vragen of ze het hebben in die prijscategorie waar ik aan denk. Nou, staat dus nu in de Mediamarkt. Nou, dit is dan iets van bijna 400 euro. Nou, daar hou ik al niet van. Dit is van 150 euro. Nou, dit vind ik wel netjes, zeg maar. Vind ik heel netjes. Vind ik nice. Hij is nu 37%. Nou, bobbel, dat is erg. Nou, en dan hiermee kan ik dus ook lekker zwemmen, jongens. Ja, 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 hier kan ik lekker mee zwemmen. Nou, deze is ook, nou ja, zeggen ze 150, maar dat klopt dus niet helemaal. Dus ja, dus, nee, dat is wel fijn, zeg maar. Deze is uit. Oh nee, niet, 100%.
Dus ja, dus hij gaat nu even kijken. Daar ben ik alleen maar weer blij mee. Maar je kan dus hier gewoon mee zwemmen. Dus ja, vind ik leuk om dat dan ook weer bij te houden. Zwemmen, alles. Je kan hier alles mee bekijken. Zo, fijn. Is niet handig, dank je. Fijn. Nee, hij wil niet focussen vandaag. Ja, nu wel. Haha. Kijk, dat zeg ik. Zwemmen. Ik heb van alles hier. Check. De horloge die ik graag wil met het zwarte bandje, die is dus niet op voorraad leverbaar. Maar ik kan het dus wel weer via online bestellen. Dus ik ga het Roof vragen of hij dat eventueel zou kunnen doen. Eventueel mogelijkwijs. En dan gewoon waarschijnlijk via bolle.com. Ja! Gewoon via bolle.com. En dan waarschijnlijk heb ik hem dan waarschijnlijk morgen of inderdaad maandag binnen. Dus dat gaan we bekijken. Zo, de tandjes jongens allemaal. Jeetje mina. Maar ik ga weer naar de auto. Ik ga nog even wat dingen eventjes in mijn achterbak pleuren. Ja. En mijn auto ziet er niet uit. Nee. Dat zeg ik. En ik moet eventjes... Dit. Ja joh, pleur een eind heen joh. Cool, dom ding. Kijk, dat is handig. Als wat dingen valt, hè. Ja. Dat is altijd wel weer handig. Nat. Want ik zag niks meer, namelijk. Door mijn achteruit. Kijk, spiegeltje. Dat is wel zo handig, als je nog wat wil zien. Zo, gedaan. Check. En dan ga ik de auto weer in. Oh ja, Tycho. Oh. Oh ja. Ga je praten tegen mij? Niet springen, niet springen. Nee, niet springen. Dat weet je. Hé, kind. Tij. Tij. Nee, ze hebben niet camera's, zeg maar. En normaal is het toch van over. Als de camera ook niet is, dan loopt hij echt te gillen. Hij schat. Hij schat. Weet je, normaal heb je zo'n TikTok nog. Maar ja, ik heb dat wel, maar ik kan het niet vinden. Dat zie ik in de beeld staat dat veel. En toen waren we namelijk lekker in de Hornbach. Ja, lekker bij de kerstdingen. Leuk, hartstikke handig. Hè, Tij? Ja, hè? Dat is leuk, hè? Ja, dat dacht ik al. Huh? Ja, de prijskaartjes die ja. Nee, maar ik bedoel, die dingen zijn ook leuk, die honden. Ja, dat weet ik. I know. 70 euro. Ja, maar dat is, weet je wat? En weet je, en wat Roos zou zeggen? Bijna gratis. Ja hoor. Bijna gratis. Dat en dat skip ik lekker. Ik ga lekker de eerste kant op. Vind ik gewoon leuk. Maar nee, waar zijn we? Dat is wel leuk. Zo die kleine kerstboom met discotheek erin. Ja, yeah. 45 euro, die en die kleintje. Die? En deze hier, deze is 40. Deze hier. Deze duur? Ja, of deze. Dat is niet heel duur. Dat is zeker niet heel duur, nee. Deze die en die jullie dus nu zien, met dat sterretje boven, dat is 40 euro. Want dat zag ik namelijk hier op dat pootje hier. Ja, precies dat. Ja, maar... 40 euro voor iets wat je lang kan houden, was het net. Ja, daarom juist, precies dat. Zul je wel op je auto plakken? Ja. Nou, daar zat ik ook juist aan te denken, dus... Nee, maar een rijtje en dan gewoon op een touwtje en achteruit en als je wegrijdt, zeg maar... Nee, joh, maf. Nee, joh, gek. Je hebt hier ook nog meer zo'n slingen? Ja, genoeg. Dus je kan hem rollen, of dus zo'n slinger wat je voor de deur hebt. Ja, ik weet het. Kun je ook nog op je voorstel doen? Ja, nee joh, maf. Hey, jij bent een gesauto. Ja, maar niet zo lullo. Leuk man. Kijk, zo'n kerstboompje is leuk, zeg maar. Ja, zo'n dingetje. Ja, maar hoe duur is dat grapje alweer? Er staat niet eens een prijs bij. Wat denk je? 25 euro. Wat maar, denk ik? Even kijken. Nee, 13 euro, dat valt nog mee. Ja, maar ja, weet je, spek hoe die eruit ziet. Het is bijna zo'n... Die is... Ja, hij moet nog batterij. Ja, nou ja. Nee. Deze ga ik lekker niet doen. Wat mijn vader deed, hè? Ja. Dan kun je ook nog die eraf knippen, zeg maar. Plus min. En dan had hij dus, zeg maar, een USB-lader. Ja. Erop, en de naam bleef permanent branden. Want de batterij van dit soort lampjes gaan heel snel. Ligt net aan hoe fel ze zijn. Ja. Nou, we gaan eens eventjes snuipen, meneer. Pepernoten! Schuimpjes. We hebben niet eens gezien.
Jawel. Je had hem ook gefilmd? Jawel, tuurlijk, al lang al. Ik dacht al. Al lang al. Ik ben zo snel, jongen. Ik ben zo snel. Ik ben sneller als jij soms af en toe. Oh ja, nee. Dat ik dan achteruit ga. Zo, hoeveel voer wil je hebben? 25 kilo. Mijn god. Leeft er nog één? Nee. Nee, weet ik niet. En mijn vogels en die vinden dat wel lekker, hoor. Yeah. Degelijk vinden ze dat lekker hier. Kijk, ik zag deze ook. Die badden was ook... Ja. Dat is ook wel leuk als je dan je tuin op kan maken. Ja, klopt. En normaal, mijn ex, mijn oma, die had dan niet deze, maar zo gesloten met een ingang met altijd kinderkaas. Altijd. Mm. Dat was leuk, man. Heel het jaar. Ja. Altijd lekker! Ja, altijd lekker! Lekker, lekker, lekker! Alsjeblieft. Nee? Deze met de vissen. Dat ben ik helemaal. Ik hou wel van oliebollen. Ja. Oh, dacht jij ja, alleen maar? Ik zat op de kijken. Kippenpootjes. Ja, ik weet niet of je die helemaal op kan kouwen. Het is hetzelfde als ons die oren. Ja? Ja? De vlog? Ja? En 6 euro. Ik weet dat ze goedkoop zijn, maar die heb je ook nog die andere. Ja. En wat ik normaal bij Hornbach haal, is ook die zakjes op van de CrossFit, zeg maar. Ja. Nou, die staan niet hier, of wel. Deze haal ik normaal. Multifit, maar ja, ik heb hem nou niet echt nodig, want ik heb nog een paar scheppen, zeg maar, en dat kan ik altijd nog halen. Mm-hmm. En het is ook niet heel duur, want het is 42 euro voor 10 kilo. Ja, meneer, ik erbij, dank je. En dan zijn ze moeilijker van als je heel veel hebt. Kijk, dit is wat kan met Voodoo eigenlijk, maar dan eigenlijk nog fijner voor de auto. Maar die heb je niet echt. Joh. Nee. Jammer. Ook niet als je zegt, je moet een accessoire voor hebben, maar het zou wel makkelijk zijn dus, om te verkopen. Mm. Dat zeker. En als jij nu hun hebt, zeg maar, op Beauty Love. En dan is deze eigenlijk meer, nou ja, niet die. Ik heb genoeg, hoor. Oh ja, nee. Ik heb genoeg. Nee, maar ik zeg, als voorbeeld van dit soort heb je dan weer. Ja, maar deze, ja. Dat zijn wat breder, zeg maar. Ja, hun zijn nooit echt helemaal vol met klitten. Als je ze eit, zeg maar, dan voel je gewoon eens echt... Ja. Reten zacht zijn. Wil je daar eigenlijk niks mee doen? Nee. Je gooit er geen echte conditioner in of wat dan ook. Het is gewoon puur natuur. Oh, wat leuk en die ster, zo. Hij is wel... Hij is heel mooi. Sorry dat ik het zeg, maar... Ik vind het wel duur, maar... Even kijken. 35 euro. Nou, dat valt in principe nog mee. Voor 35 euro's. Valt nog mee. Doen ze niet. Doen ze niet. Nee, maar... Voor een prikkie naar de huizen. Tygo, je zei, ik wou net zeggen, je zei er nou net voorschot. En daar zijn we dan weer. Ja, want morgen, wat ik net al gezegd, is wat leuks op de planning. Dus ik moet wel even weer mijn tank vol gaan gooien. Dus dat gaan we dus nu ook bij deze doen. Vol is vol, hè? Ja, vol is vol. Ik heb 70 euro bij me en hij zit nu nog op 4 streepjes, dus het is nu 1,85,9, dus hij is alweer een stukje goedkoper geworden. Yay, kapoema. Vind ik leuk. En voor row is het eigenlijk 2,12 euro. Ja. Dat is wel lekker. En voor de diesel is het 1,70,9. Valt ook nog wel weer mee. Kijk, 32 euro, 33, 34, 35, oh 36 euro, 37. Kijk, dat gaat. Dat gaat hard. Ja. Kijk. 50 euro. Ja hoor. Eindelijk. Lust hem goed, moet ik zeggen. En dan ga ik aftikken op 60 euro. €60, jongens.
met 32 cent korting. Ja. Yes, top. Hij zit weer vol voor morgen. Echt wel. Nou, Roderick die loopt ook nou weer aan lekker naast me. Huh? Wat? Ja, echt hè, jammer hè. Ja. Nou, we staan dus nu bij de, nu op dit moment in de Tweede Kamer, op dit moment hier. Is die derde kamer? Weet ik niet. Een heleboel kamers hier. Een heleboel cameraatjes hier. Ja. Heel veel. Dit of vier. Te veel, zeg maar. En ik heb het koud, jongens. En we moeten wachten op groen. Ja, busje komt zo. En dit is namelijk de Malietoren, jongens. De Malietoren. Ja. Helemaal geweldig, top. Jongens, groen. Oh, vandaag nog. Ja. Ja. Keurig. Jee. Voilà, die. En ik heb het koud, ik ben moe. Even kijken, hè. Hoeveel kamers heeft de Tweede Kamer? Dat is een hele goeie. Als je het weet, zet het even hieronder. Even in de comments. In de comments. Tweede Kamer, daar staat een generaal, jongens. Ja, jullie zien het goed. Nou, wij gaan dus nu even richting de winkel. Ja. Ja. Kijk, en ik loop dan wel nu heel veel en met mijn buurman. Maar ik kan je wel vertellen, ik heb wel pijn. Dat wel. Nieuw sport. Ja. Kijk man. Tweede kamer. Twee tweede kamers? Twee, ja. Twee tweede kamers of wat? Geen idee. Ah, dat nou. Dan moet je links gaan, dan heb je een tweede kamertje rechts. Ja, bijna wel. Dus. En het is druilig weer, jongens. Druilig, druilig, druilig. Ja, en dit is nieuw Babylon. Yay! Heel nieuw. Het oude Babylon. In gang dan. Geen idee. Ja, daar zijn we dus nu. Ja, inderdaad. Jee, en dan kun je dus ook allemaal cadeaubonnetjes halen. Leuk, man. Schappig. En dan komen we daar dus binnen. Kijk, bij de Coolblue. Heel cool en heel blue. Ja. Leuk man hier. Allemaal van die leuke deskjes hier. Geweldig. Leuk. Daar heb ik een heel mooi groot scherm. Geweldig. En daar hebben we Ro. Hij schat. Hi. Dus ja, lekker bezig. Ja. Helemaal leuk. Hoe vind je het hier? Eerlijke mening. Ja, maar ook gewoon qua de vriendelijkheid. Als je het moet gaan vergelijken met de andere winkel en deze. Ja. Kunnen we echt mee helpen? Ja. Als je geen hulp wil, dan mag je het zelf winkelen. Maar dan staat ik jou te wachten. Ja. Dan moet je helpen. Er staat ook een lijstje daar. Mm-hmm. Namen en wat ze aan doen zijn. Ja, oké. Check. Dan kun je bij de balie hier met de zuil aanmelden. Mm-hmm. Ja, oké. Dat zijn. Weet je dat niet eens? Is voor geluid. Ja, en voor de wind. En de wind. Ja. Ja? En want ik ben vloggen. Oh, we zijn live. Nou, niet live, maar dat nog niet. Eerst ben ik een mediamarkt geweest. Nee. Ja, alleen ik weet niet of nog jullie er zelf op willen. Ik sta op de camera. Ja, en vooral ook hier. Ja. Ja. Mij mooi. Nou, deze twee heren, die hebben ons mij net geholpen. Ja. Ja. En een lekker theetje. Ja, ook dat nog. Ja, want dat kun je hier dus ook doen. Hè? Ja, dat, en dat gaan ze straks zien. Thuis. En dan ga ik hem ook nog eens een keertje unboxen. Oh, ja. Niet die unboxen, want er gaat fout uit. Nee, maar Emma, ik ga hem dus ook gewoon unboxen en ook gewoon laten zien in welke functies er allemaal op zitten, et cetera, et cetera. Okay. Dus krijgen jullie ook nog weer leuke... De specs beschrijven. Ja. Ja? Lekker schat. Hallo. Dan, tuurlijk. Nou, mocht er nog zijn, dan kan het even voor. Komt goed. Dankjewel, dank je. Doei doei. Hi schat. Leuke mokken trouwens. Meenemen. Ik wou net zeggen, mag ik die meenemen? Hij gaat gelijk lachen hoor. Hij is heel leuk. Ja. Ja.
Maar inderdaad, ik heb wat gekocht, jongens. Dat is deze. Ja, een hele mooie horloge. Deze. Dus, en die ga ik dus thuis zometeen even leuk unboxen. Dus die houden jullie zometeen zeker nog van mij te goed. Deze leuke unbox video. En nou gaan we even lekker aan de thee. Want ook dat kan je hier dus namelijk bij de Coolblue doen. Lekker even een bakje thee of een koffie. Of nog wat anders. Zoals lekkere cola of 7-Up. Of weet ik veel. Je kan het zo gek niet bedenken. Dank je wel. We krijgen hem. Die is van ons dus nu. Steeds gekker en gekker vandaag. Ja, maar dan heb jij er nu één en heb ik er niet eens één. Nee, fijn en bedankt. En dan hebben ze ook nog leuke glaas. Oh, humor, geweldig dit. Oh, ach ja. Ach ja, dat komt wel goed. Ik ga nu even lekker aan mijn bakje thee en dan komt het helemaal goed. Hè, schat? Deze gaat lekker mee naar het werk. Hè? Een mok, kunnen ze niet zeggen wat het goed is. Wat? Neem lekker mee naar het werk, heb ik een eigen mok daar. Dat doe je goed. Als ze niet wat gejat. Nee, toch? Dat zou niet cool zijn. Nee. Nou, even rouw eventjes. Nou, even rouw even achterna lopen, want hij wou even kijken bij de wasmachines. Ja, dus gaan we even kijken. Precies, ziet er heel gaaf uit deze trouwens. Mooi zwart. Mooi. Hij moet van grote en kleine was zijn. Maar ik kan me niet voorstellen waar groot voor zo'n. En waar kijk je naar, schat? Tell me. Deze zo. Ja, nou, eens kijken. Nee, daarboven. Nee, hier. Ja. Ja, goed zo. Maar dan moet je ook alles gaan kijken, hè? Ja, ze hebben allemaal verschillende namen, maar... Ja, meestal heb je wel gewoon... Want ja, waar ben je naar op zoek eigenlijk? 1600 toeren dus, wat ik kan. Een dingetje om het open te krijgen? Ja, nee, joh. Lekker toch? Ja, zeker, ja. Ik hoor je niet. Home Connect, ja. Dus. Hm? Kom maar, zegt dit nog. Een leuke bos. Ja. Nee, dat is ook niet handig. Deze gaat deze kant weer open. Ja, ja. Oh, wat leuk, deze kerstboompje met de kleur van Coolblue. Helemaal top. Ja, lekker duur. Ja. Precies dat. Nou. En hier moet ik ook nog eens een keertje voor gaan sparen. Voor, yep. Ja, hier en hier moet ik ook een keertje nog voor gaan sparen, ja. Dan deze het beste. Ja. En dan kan ik hem ook deze. En deze kan ik dus wel ook onder water doen. Dus ook meenemen met zwemmen en alles. En ook dus op en op de auto vastzetten. Ja. Ja, hier en hier zit nog een schermpje achter. Maar je kan ook dus hier zien wat. Ja. Precies. Ja, precies dat. Ja. Hoeveel lege blikjes is dat? Te veel. Ja, te veel.
Ja, 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 ja. Maar we gaan dus nu weer richting auto. En jij wou nog een blikje inleveren zo? Of ga je... Oké. Ja, check. Op. Hè, wat? Ik ga ook een andere keer. Lijkt me oh, ja, ik weet het niet. Het kan allemaal. Ik weet het. Einde. Maar we gaan het zien. Jullie. Ja, ik doe het maar eventjes zo. Ja, ik weet niet of... Doe ik het zo. Ik weet nou niet of ik heel goed te zien ben. Maar oké, ik ga het wel even zo doen. Even van, een stukje vanuit de auto. Maar zoals jullie weten heb ik dus deze gekocht. En die ga ik dus nu even eigenlijk uitpakken met jullie. Dus ja. Dan ga ik hem even zo doen. Hoop ik dat het lukt. Heeft Ro hier nog wat anders in de auto? Zo, ja. Is er nog wat anders? Nee, dat is zo'n kabeltje. Zo'n andere rare rotkabel. Ja. Ja. Heb ik niks aan. Nee. Heb ik ook niks aan? Heb ik niks aan? Nee. Dan heb ik meer in de auto, zeg maar. Maar dat maakt niet uit. Ieder zijn ding. Ik ga gewoon even kijken of ik hem open kan krijgen. Zal ik het zo zeggen? Vast en zeker. Ja, ja, ja. Kijk, ik krijg hem open. Zeker. Dat zeg ik. Ik heb hem open, jongens. Ik heb hem open. Ik heb hem open. Ja. 1, 2, ho. Zo. Er komt wel heel erg veel uit. Oké. Hartstikke idee. Nou, dit is dus al de horloge. Ja. Dit is al de horloge. Dan heb ik hier dus nog een pakketje erin. Dat is deze. Oeh. Rammel, rammel, rammel. Wat zal hierin zitten? Kabeltjes, denk ik. Boekje, sowieso. Boekjes. Boekjes. 2. Wat zit er nog meer in dan? Dan moet ik weer aan die kant wezen. Jezus. Oh, Samsung. Je maakt het niet makkelijk, zeg maar. En dit is een kabeltje. Even kijken. En wat voor kabeltje is het? Ben ik eigenlijk heel benieuwd. Nou, is het een... Oké. Kijk. Dat is mooi. Kijk. Dus ik heb deze. En dan kan ik hem dus hiermee opladen. Dat is mooi. Dat is fijn. Zo, 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 zo. Even kijken of hij hem pakt. Zometeen. En dan heb ik hier dus mijn horloge. Ja. En dan doe ik even de rest gewoon er weer even in. Ja. Zo. Ik doe hem dus nu gewoon eventjes via de auto even opladen, zeg maar. Even kijken of hij het pakt. Ja. Kijk, en daar hebben we Ro ook alweer terug. Ja, 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 ja. Roderick en Roderick is dus ook alweer terug. Ja. En dan eens even kijken of je het doet. En dan pak ik jullie erbij in mee. Hartstikke fijn. Kijk. Ja, ik weet het. Kijk, en nu laat hij dus al op. Gewoon even via de auto. Daar lig ik dan in bed. Heerlijk. Maar dat betekent dus wel dat ik deze vlog ga afsluiten. Dus vond jij dit nou een leuke vlog? Ik zou zeggen, abonneer even hier beneden. Doe het belletje even aan. Doe het duimpje even omhoog. En laat gelijk tevens een leuke reactie achter. En dan ga ik zeggen, dankjewel voor het kijken.